Hier komen leden één voor één binnen. En via de looplijnen die we op de vloer hebben aangegeven, weten ze waar ze terecht kunnen en waar ze heen mogen. Bij studentenvereniging Quintus aan de Boommarkt in Leiden is sinds maandagavond de Mensa weer open. Groepen tot 30 man zijn nu weer welkom bij de meeste verenigingen. In de keuken gebruiken we handschoenen en mondmaskers om het allemaal veilig te houden. En hier hebben we plek voor 28 mensen sinds vandaag. Het is wel wat behelpen en wat anders dan we gewend zijn. Maar we zijn blij dat we weer open kunnen voor onze disputen. En dat onze leden weer langs kunnen komen voor een hapje eten en een drankje. De vraag is natuurlijk wanneer het Leidse studentenleven weer als vanouds echt kan gaan bruisen. Want dit beeld, 4000 eerstejaars die de stad en de verenigingen leren kennen tijdens de kennismakingsweek LSIT, zullen we in augustus niet zien. Het zal digitaal zijn en waar mogelijk fysiek. We zijn nu als overkoepelend orgaan voor de 24 verenigingen een platform aan het oprichten waar je te zien krijgt wat Leiden te bieden heeft. Hè, waar je hun activiteiten ziet, hun programma's, video's, dat soort dingen. Hoe ziet het komende jaar eruit, denk je? Dat is nog steeds ontzettend moeilijk om te zeggen. De nieuwe leden zullen absoluut een dispuut gaan vinden, zoals dat bij ons hoort. Maar dat moet allemaal anders. En wij gaan er voor nu voorlopig vanuit dat dat allemaal op 1,5 meter afstand plaatsvindt. Dus het is veel opnieuw nadenken en naar de tekentafel. En hoeveel nieuwe leden zich zullen aanmelden in tijden van corona is afwachten. Maar de meeste verenigingen zijn nu nog financieel gezond. Zeker is wel dat het een bijzonder jaar gaat worden voor de nieuwe lichting eerstejaars. Nou, ik leef met ze mee in die zin dat het mij niet makkelijk had geleken om nu al zo lang thuis bij je ouders te zitten. Terwijl je een bepaalde fase wil afsluiten en je wil gaan feesten. Maar als ik ze één ding zou willen meegeven, dan is het kijk vooruit. Ga je verdiepen in de nieuwe fase van het studentenleven. Schrijf je in voor de LSIT en kijk wat Leiden allemaal te bieden heeft. Want je wil niet thuis bij je ouders zitten als het feest hier in Leiden wel weer losbarst.